Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een online drumles. Ik ben Leon en ik ga je in deze les ga ik je de basis achtste shuffle groove uitleggen. We gaan rustig beginnen. De shuffle. Ik kan hem op een paar manieren uitleggen, dus laat ik maar met de eerste beginnen. 1 nukke, 2 nukke, 3 nukke, 4 nukke. Eigenlijk vanuit een blueschema. Dus dan heb je dus 1, 2, 3, 4 en dan verdelen we hem in drieën. En dan tel ik erbij 1 nukke, 2 nukke, 3 nukke, 4 nukke, 1 nukke, 2 nukke, 3 of maakt niet uit. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oké, bluesje. Als het sneller gaat. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 nukke, 2 nukke, 3 nukke, 4 nukke. Op een gegeven moment verandert dat eigenlijk in een shuffle, want dan sla je die ne over. Dus in plaats van 1 nukke, 2 nukke, krijg je 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke, 1 nukke, 2 nukke, 3 nukke, 4 nukke. En dan kan je de ke met je tip spelen. Tip bedoel ik tip van de stok. En die de kwartnoot, dus 1, 2, 3 en 4, die spelen we dan met je schouder van je stok. Dus dan krijg je dus 1 nukke, 2 nukke, 3 nukke, 4 nukke, 1 nukke, 2 nukke, 3 nukke, 4 nukke. Ke, twee nukke, drie nukke, vier nukke, één nukke, twee nukke, drie nukke, vier nukke. Nou, dan kunnen we natuurlijk sneller gaan. Ke, twee nukke, drie nukke, vier. En dan ga ik je gelijk even waarschuwen, want als het sneller gaat, merk ik heel gauw dat het dit wordt. Dat is niet de bedoeling. Dus dan ga je hem eigenlijk zo spelen. Zoals de eerste maat is. 1 en 2 en... Maar dat is niet de bedoeling. Hij moet wel blijven shuffelen. Dus echt dat soort paardengaloppie. De hompie dompie hompie dompie. Daar moeten we wel in blijven. Maar het gevaar is heel gauw dat je 1, 2, 3... Dat het heel erg vierkant gaat klinken. Dus als ik hem nu uitleg vanaf deze situatie, dus je hebt 1 en 2 en 3 en 4 en dus gewoon een achtste groove, dan doe je rapapa, de en, die verplaats je naar achter. Dus die zit eigenlijk tegen de tweede tel aan. En de volgende natuurlijk tegen de derde tel. Dus je krijgt dus 1, ke, 2, ke, 3, ke, 4. Hetzelfde resultaat, alleen een andere uitleg. En als je zorgt dat die 2, die ke 2, ke 3, de ke, dicht bij die kwartnoot zit, dan gaat hij ook niet zo gauw vierkant meer klinken. Dus je hebt 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Voor je gevoel mag die best wel dicht op elkaar zitten. En zeker als je sneller gaat, dan heb je dan minder de neiging dat het naar een gewoon een achtste groove gaat klinken. 2, ke 3, ke 4, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 1, ke 2. Nou, deze groove die moet je gewoon even met 10 liedjes meespelen. Je kan dan naar de Spotify-lijsten van ons. En dan begin je bijvoorbeeld met 70, 80, 90 beats per minute. Zoek je de shuffle op. En dan ga je gewoon lekker kilometers maken. Goed luisteren, dat je goed die shuffle erin houdt. 3, ke 4, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke... En bij Spotify vind je ons onder online drumles. Of Leon Drums. Maar daar heb je heel veel afspeellijsten, allemaal gesorteerd op beats per minute. We hebben de achtste groove, maar deze moet je dus echt een shuffle hebben. Je hebt ook nog halftime shuffle, maar gewoon een shuffle.
Nou, als ik dan even doorga, ik ga gewoon een paar doen die we in de les doen, van online drumles. Dan zie je op de K voor de 4, dan zie je een bassdrum. Dus die zit onder je tip. K 4. En voor de duidelijkheid, ik heb het hierover. Dus je hebt K 4, K 4, K 4, K 4. Dus tip schouder, tip schouder, K 4, K 4. Nou, als dat lukt, dan kunnen we hem gewoon helemaal doen. Dan krijg je dus 1, K 2, K 3, K 4, K 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 1, K 2, K 3. Zit hij op je K3. Dus krijg je tip. Bezig aan de baan, Leon. K3. 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 Oké, helemaal. 1, K2, K3, K4, K1, K2, K3, K4, K1, K2, K3, K4, K1. En dan kunnen we daar combinaties mee maken. Ik ram er even doorheen hoor. Zo. Dan heb je een combinatie van die twee die ik net heb gedaan. 1, K, 2, K, 3, K, 4, K. 1, K, 2, K, 3, K, 4, K. 1, K, 2, K, 3, K, 4, K. 3, K, 4, K. 1, K, 2, K, 3, K, 4, K. 1, 2, 1, 2, K, 3, K, 4. 1, 2, K, 3, K, 4. 1, 2, K, 3, K, 4. En dan op een andere plek. 1, K, 2, K, 3, K, 4. 1, K, 2, K, 3, K, 4. 2, K, 3, K, 4. 1, K, 2, K, 3, K, 4, K. 1, K, 2, K, 3, 4. 1, K, 2, K, 3, K, 4. K. 1, K, 2, K, 3, K, 4. K. 1, K, 2, K, 3, K, 4. K. Deze is wel leuk. Komt er een beetje met je bij. 1, K, 2, K, 3, K, 4, K. 1, K, 2, K, 3, K, 4, K. 1, 2, K, 3, K, 4, K. 1, 2, K, 3, K, 4, K. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oké. Nou, dan hebben we bijvoorbeeld deze. Dan mis je een bassdrum eigenlijk op de 3, want het is heel verleidelijk dat je die wel wil spelen. Maar dan hebben we dus 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En op een andere plek, dus voor de 3, dan mis je de derde tel, maar dan moet je goed op je
op je tip spelen. Eneke, tweeneke, even goed doen. Eneke, tweeneke, drieneke, vierneke, eneke, tweeneke, drieneke, vierneke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nou, kunnen we een combinatie maken? Krijg je deze? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Of nog een bassdrummetje erbij. En we hebben nog veel meer ritmes op online drumles staan. Maar dan heb je er even een paar gehad. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oké, maar goed. We hebben nog veel meer ritmes op online drumles staan. Ook met kwart shuffles. Maar eerst leg ik altijd die achtste shuffle uit. Dankjewel voor het kijken en voor meer informatie vind je op onlinedrumles.nl. En je kan de eerste 14 dagen kan je gratis uitproberen. Dankjewel voor het kijken. Doei!